Wie kan uw commercial komen te staan? Wilt u meer weten? Bel of mail. Je bent een aantal jaren geleden begonnen met geld in te zamelen voor een goed doel. Waar kwam dat idee vandaan om dat überhaupt te gaan doen? Nou ja, ik had die gedachte eigenlijk al best wel lang. Ik ben ooit een half jaar in Ghana geweest. En toen wist ik helemaal niet wat ik moest verwachten. Maar toen ik daar vandaan kwam, dacht ik wel, ik wil een keer voor een langere tijd een project doen in Afrika. En toen ben ik eerst naar Australië gegaan om te kijken of ik een jaar van huis weg kon zijn. En dat ging goed. Maar je bent toch wel teruggekomen nog even. Ja, toen ben ik teruggekomen. Nou ja, en toen wist ik dat ik weg wilde. Wat ik ging doen, wist ik niet. Maar dit kwam eigenlijk ineens uit de lucht vallen. En nou, daar ben ik toen helemaal voor gegaan. Want je ging naar Ghana, maar om wat te doen, om te werken en wat voor soort werk? Ja, dat was ook vrijwilligerswerk, ook in een weeshuis toevallig. Dus eigenlijk was dat ook helemaal niet mijn intentie om dat weer te gaan doen. Maar dat, dit project kwam in één keer zo en... Maar als je in een weeshuis gaat werken, ik begrijp, je zit normaal ook in de zorgsector, hè, ja. Om het maar zo te zeggen, dan willen mensen nog wel eens juist in die vakantie iets heel anders doen. Terwijl jij toch op hetzelfde pad doorging. Nou ja, het was niet echt vakantie natuurlijk, want in Zambia ben ik een jaar geweest. Dus ik wilde gewoon vooral iets echt vanaf het begin helpen opbouwen. Nou ja, en dat was hier mogelijk. En dit was eigenlijk het eerste dat ik tegenkwam. Dus daarom, omdat ik vanaf het begin kon beginnen. Ik kon helpen met geld inzamelen ook. En er bekendheid aan geven. En nou ja, ik heb vanaf het begin heb ik het gebouw zien opgebouwd zien worden, zeg maar. En ik heb ook de oude situatie nog echt kunnen zien. Dus. Want wat is het nu en wat was het vroeger? Het was het waren twee hutjes. Hele slechte hygiëne. Er waren toen, nou, ik denk, 14 kinderen. Maar het was gewoon heel erg ongeorganiseerd. En nou ja, de kinderen die er waren, waren gewoon absoluut niet gezond. En een van de kinderen overleed ook nog toen we in het oude huis nog zaten. De situatie is nu dat er een heel mooi groot huis staat met nu 38 kinderen. Als het goed is, er zijn er in de tijd dat Sister Maria hier is nog 3 bijgekomen. En waar komen die kinderen vandaan? Van heinde en verre nu. We zijn echt... van verschillende plekken. Er is een keer een drieling gekomen van 600 kilometer verderop. Want dat zijn weeskinderen? Ja, eigenlijk allemaal weeskinderen. Sommigen hebben wel een vader, maar de vader die is dan totaal uit beeld. Nou, zoals bij een drieling kan dat gewoon niet door familie worden opgevangen. Er zijn nu weer 2 kindjes met waarschijnlijk aids binnengebracht. Dus dat komt wel steeds vaker voor. En, die kinderen worden gewoon, zeg maar, daar wordt gewoon niet voor gezorgd. Als de moeder is overleden, dan worden die helemaal verwaarloosd. En die worden dan, meestal komen ze pas na 2 maanden als ze al helemaal, helemaal ondervoed zijn. En, Nou heb jij een paar jaar geleden, zeg maar, hier in Hoevelaken dat geld bij elkaar gesprokkeld. Hebben allerlei... Met behulp van heel veel andere mensen, ja. Maar het levert wel 60.000 euro op. Ja. Nou was dat waarschijnlijk genoeg om dat huis te bouwen. Maar wie onderhoudt het nou? Wie zorgt nu voor de financiën? Dezelfde stichting, Stichting Kachema. Die zorgen dat er, tenminste, de donateurs van de stichting, ja. Dus die zorgen dat er geld is om de kinderen te onderhouden. Dat er eten is, dat ze naar school kunnen, dat het huis wordt onderhouden. Dus dat zijn de mensen van de stichting, de donateurs. Oké. Sister Maria, when did you meet Esther for the very first time? The very first time I saw Esther was in 2007. And what was she doing with you? When she came to Kawambwa, she came to help us start up a children's home and live with us she lived with us for 1 year. She saw how the children were living in old Kachema Msuma until we shifted to new Kachema Msuma children's home. And I just understood, you receive anytime more children. Now you have 38 children? Yes, now we have more children. Before, when we just shifted, there were very few children, and now the number keeps growing. Now we have 38. And you expect it will go on growing? Yes, it is going on, because even while I'm here, sometimes I get messages that they want to bring this child, and some are being brought. Yeah. And since the fact is that your that children keep on coming, you need also more money.
Yes, we need more money because life is getting more expensive. Mm-hmm. We need a lot of things for school, grocery, washing soap, bathing soap, and for nappies especially, mm-hmm. because as we are not using the disposable ones, mm-hmm. we are using those cotton ones. We wash them and we reuse them. Tonight there is a movie. Tonight there is a movie here in Hoevelaken. There is a movie. Yes. And you have the big part. You playing the big party in the movie. I don't really know what I'm going to play. Oh, you haven't seen it. I haven't seen it. Oh. Yes, I don't know what I'm going to do there. I'm also going to watch it for the first time because when she was filming, she didn't have time to show us. Mm-hmm. And you were nervous for the movie tonight, or? Not really. Not yet. I don't think I'll be nervous. I'm just okay. I just want to see how it is, mm-hmm. how it looks like. Oké, okay, Esther, want je hebt de film ook niet gezien, begrijp ik? Nee, ik ben niet. Wie heeft die film gemaakt? Connie Snoep, dat is de secretaris van de stichting. En eigenlijk is zij de hele bron van alles. Mm-hmm. Zij is ooit in Kawamba per toeval zeg maar gekomen. En toen heeft ze de oude staten van dat weeshuis gezien. Mm-hmm. En de mevrouw Makombe, die daar toen die zorgde, was een oudere weduwe die voor de weeskinderen zorgde. Die heeft op de een of andere manier een aantal keren aan Connie gevraagd van kan je me alsjeblieft helpen om een weeshuis neer te zetten. Nou ja, echt, het was een heel bijzonder groot verhaal. Maar uiteindelijk heeft Connie ervoor gezorgd ook dat ik de oude film heb gezien. En dat ik zoiets had van nou, hier wil ik wel aan meewerken. Ja, ja. En nou is die film vanavond te zien in De Haan. Mm-hmm. Maar wat gebeurt er daarna met die film? Want ik kan me zo voorstellen dat die film ook voor promotionele doelen of voor het vergaren van meer geld een belangrijke rol kan spelen. Ja, nou ja, hij wordt sowieso in de tijd dat Zuster Maria hier nog is, wordt hij nog op 3 plekken tentoongesteld, zeg maar. In Delfzijl en in Schijndel in een klooster en in Amdelde. En daarna, ik weet eigenlijk ook niet zo goed wat er zal gebeuren, maar ik weet bij de oude film hebben ze hem op een dvd'tje gezet. Dus mensen die geïnteresseerd zijn, die kunnen hem dan altijd nog bekijken. Ik zou als ik jullie was met Theo Zuurman gaan praten, die weet daar vast een oplossing. Oké, okay, Zuster Maria, thank you very much. You're very welcome. And have a nice day here in Holland. Thank you. Thank you, well.